En bij Seat laten ze natuurlijk de elektrische auto zien. In de komende 10 jaar groeit dat naar 50% van de nieuwe auto. En hier laten ze zien dat je met je mobiele telefoon je hele dashboard kunt customizen. Aan de hand van de persoonlijke voorkeuren in de app wordt het scherm helemaal gemaakt zoals je het hebben wil en de auto zelf. En iedereen die denkt dat Nokia dood is, vergeet het. Lucent, Alcatel, iedereen zit nu gewoon bij Nokia. Het is gewoon na Ericsson. En Huawei is het nu de grootste operator. Coole drones, leuke game setups. Je kunt niet om virtual reality. 5G en home. Natuurlijk hebben we 5G nodig voor de virtual reality experience en mobile only. Maar het gaat niet om handsets, het gaat hier gewoon over IoT en back-office. Wat zit er in een container tegenwoordig? Tracking en tracing. En natuurlijk met IoT heb je gewoon batterijen die 5 tot 10 jaar meegaan. Dus batterijen, daar hoef je geen zorgen over te maken, over power. Giga data analyseren. Gewoon goed videobeelden analyseren en kijken wat er aan de hand is. Langzamerhand wordt hij iets slimmer. Maar natuurlijk wilden we gewoon de telefoon zien die HMD nu uitbrengt onder de naam Nokia. En daar is veel belangstelling voor. Maar de grootste belangstelling is natuurlijk bij de return of the phones. Kijk. Hier hebben we de Nokia 105, een hele kleine telefoon die alleen maar kan bellen. Moet je eens kijken wat iedereen geïnteresseerd is. En iedereen kijkt hier dan naar de 3 of de 6, dit is de 3. En dit is een prima telefoon voor €139, mooi scherm. 8 megapixel camera voor, 8 megapixel camera achter. Een mooi scherm, want die zonneschijn is, kun je het goed zien in het donker. Prachtige telefoon, en hier gaan ze de markt mee. En hier hebben we de 6, die is €229 en 5,5 inch Full HD, 16 megapixel en 64 gigabyte of 32 gigabyte. Een mooie high-end premium phone, maar ja, voor een €229 of €279 afhankelijk van de hoeveelheid geheugen. Natuurlijk een prima prijs. En gezien de belangstelling gaat dit wel een hit worden. Kijk, en iedereen kijkt natuurlijk naar de 2130. Wat een heerlijke telefoon, 1 maand stand-by. Iedereen wil het gewoon zien. En dit is gewoon nostalgia-ware. Iedereen kijkt naar die oude telefoons. Dus Nokia is coming terug in de handset. Maar het is een ander merk.